Jan, jij vindt rechtvaardigheid belangrijk, nietwaar? Dat heb je juist gezien, ja. Toch vind ik het heel raar dat er in Nederland ongeveer 400.000 mensen die onder bewind staan. Die moeten iedere maand geld betalen aan een bewindvoerder, terwijl ze eigenlijk al heel weinig geld hebben. Wat vind jij daarvan? Ik las pas geleden weer een artikel in het Parool, waarvan ik dacht van jeetje, daar schrok ik ook wel van hoe mensen toch in de problemen komen. Ik ben zelf mentor van iemand. We hebben Amsterdam Helpt Amsterdammer ingeschakeld. Dat is gelukt. Ja, dat was het artikel in het Parool volgens mij. Dat was het artikel in het Parool. Ja. Wat ik eigenlijk niet zozeer. Het ging eigenlijk niet zozeer om iets te geven aan de persoon omdat hij niks heeft. Maar eigenlijk om ervoor te zorgen dat het onderwerp op de agenda komt. Onder bewindvoering komen te vallen, dan moeten ze daarvoor een intakegesprek betalen. €500. En als je een klein inkomen hebt, dan moet je dat zelf betalen. Maar, dus dat betekent dat je steeds meer in de financiële schuld komt. Dat is eigenlijk daarom heb ik ook een brief geschreven naar het ministerie van VWS. Ik ga ook met ze in gesprek, want er moet iets aan gebeuren. Ik ben zelf niet bewindvoerder. Ben ik verbonden aan Mentorschap Amsterdam. Dat is eigenlijk een laag die voor het welzijn van de mensen moet zorgen. Dat ze gewoon goede zorg krijgen. Je bent eigenlijk zelf de persoon. Je moet zien van hoe zou jij behandeld willen worden. En op die manier pak je het mentorschap aan. Wat is het essentiële verschil tussen de bewindvoerder en het mentorschap? De bewindvoerder die moet eigenlijk ervoor zorgen dat het vermogen wordt bewaakt. En wat je ziet is dat bij heel veel mensen die onder bewindvoering staan, dat er is geen vermogen. Dus waar moet je op letten? Dus je kunt veel beter zeggen van, als je in zo'n situatie zit, dan moet je een bepaald percentage van je inkomen betalen en niet zozeer een vast bedrag. Want nu betalen ze €144 per maand als ze problematische schulden hebben. Nou, dat is gewoon heel veel geld. Hoe denk jij dat te veranderen? Nou, wat ik dus ook waar ik dus ook mee bezig ben, is zeg maar een soort presentatie te maken voor het ministerie van VWS, maar ook voor sociale zaken en voor justitie. Want het valt eigenlijk onder die drie domeinen. En dan met de bewindvoerders in gesprek te gaan en te zeggen van, we moeten het anders aanpakken. Maar het is een regeling die door het ministerie bedacht is en waar je als Amsterdamse politiek in feite weinig mee kan. Klopt dat? Nou, je hebt zeg maar armoedebeleid, wat je bij heel veel gemeentes ziet. Maar je hebt te maken met een aantal wettelijke regelingen omtrent bewindvoering. Daar is afgelopen maanden zijn er nieuwe regels van gekomen. Sander Dekker is daar de initiator van. Mijn idee is dat er gewoon zeg maar een onderscheid wordt gemaakt tussen de goede bewindvoerders. Dat kunnen mensen zijn die zeg maar binnen de familie gewoon ervoor zorgen dat iemand die wat steun nodig heeft wordt geholpen. Maar daarnaast heb je gewoon heel veel mensen die geen sociaal netwerk hebben, die bij een commercieel bedrijf terechtkomen. En commerciële bewindvoering lijkt mij gewoon niet gepast, omdat je op die manier ervoor zorgt dat mensen nog verder in de problemen komen. Winst maken is helemaal niet erg. Bedrijven moeten winst maken. Maar wel op een gezonde manier en niet over deze groep. Van Sociale Zaken in Amsterdam is op dit moment van de Partij van de Arbeid, Marjolein Moorman. Volgens mij zat die bij ons in de uitzending net. Het lijkt me goed om die eens een keer uit te nodigen en debat met haar aan te gaan hier.